Jij gaat de video openen. Moet dat nu al? Ja. Ik dacht dat er eerst zo'n bordje kwam met 1, 2, 3 action. Hoppa. Welkom, goedemiddag bij een nieuwe editie van de Love Story. Leuk die hele serie ook een andere naam geven. Tuurlijk. Nu alvast even bedanken. Nee, ik wou ze allemaal bedanken voor die prachtige vragen en die waanzinnig leuke vragen. Dit is onze eerste video samen. Het leek me na een jaar verkerings toch wel tijd dat jullie Jordi ook een beetje in jullie hart kunnen sluiten en hem iets beter leren kennen. Daarom hebben wij een heleboel vragen van jullie. Het zijn er zoveel. En wij gaan ons best doen ze allemaal te beantwoorden. Ik, hem, we waren op Lowlands en toen zag ik hem eigenlijk gewoon staan. En toen dacht ik, wat een leuk type. Wat een leuke, lange, vikingachtige persoonlijkheid. En hij was er allemaal heel leuk aan het lachen en op een gegeven moment dacht ik ga er gewoon heen. En toen ben ik eigenlijk erop afgestapt en heb ik mezelf wel voorgesteld en toen gingen we een hotdog eten. Nee, ik had jou trouwens ook al gezien daarvoor. Jij had mij, was mij ook al opgevallen en ik zat daarna vooral heel brak een hotdog te eten, wat super charmant moet zijn geweest. Dat was toen vooral waarschijnlijk op dat de moment dat jij oversloeg. Ik moet zeggen, ik had wel een super spectaculair glitterpak aan. Een van top tot teen glitter jumpsuit met een mega cleavage. Dus het was moeilijk om me heen te komen. Heel moeilijk. Ondertussen dacht ik al, kan ik deze gast straks opsporen op Facebook of zo? Oké, toen ik dacht, dit gaat me wel lukken, ging ik weer terug naar mijn vriendin Kim. En toen heb ik hem ook een bericht gestuurd. Hij was net terug uit het buitenland en toen vroeg ik of ik hem de leuke nieuwe dingetjes in Amsterdam zou laten zien. Lieve dingetjes. Dingetjes. Nee, geen idee. Ik was daarvoor net 2,5 jaar in het buitenland geweest en daar heb ik mij niet heel erg bezig gehouden met de Nederlandse fashionbloggers. Jammer. Dus ik had echt geen idee, nee. Ik denk het leukst open voor nieuwe plekken, of eigenlijk altijd plekken om te eten. En dan het minst leuk was tegelijkertijd ook op de eetplek, omdat jij dan gewoon meestal niet at. Of ze zo traag dat het mij begon te storen. Ja, dat is wel een ding. Ik praat natuurlijk best wel veel. En dan eet ik niet terwijl ik praat. En dan ben ik dus vaak lichter dan nog heel veel eten. En dat vindt hij super irritant. Klopt. Oké, als dat het minpunt is, vind ik het acceptabel. Het leukste tijdens het daten met mij vind je dat je op nieuwe plekken komt om te eten. Superleuk. Ik werk in duurzaamheid en ik werk nu binnen een project voor een stichting op het verduurzamen van de binnenstad van Amsterdam. Een bijzonder leuke en complexe klus. Zaak, ja. Maar heel leuk. Hij wil eigenlijk de wereld redden. Ik ben de wereld aan het redden. Oké, zo bescheiden ook gebleven. Bij jou vind ik het heel erg uitstralen dat je gewoon heel comfortabel met jezelf bent en chill met jezelf als persoon en goed in je vel zit. En dat vind ik super leuk en aantrekkelijk. Ik vind het super aantrekkelijk dat jij heel zelfverzekerd bent. Dank je. Ik vind het heel leuk dat Jordi zo lang is. Dat is geen lichaamsdeel. Nee, maar het gaat wel over je lichaam. Mijn lichaamsdeel. Ja. Ik vind het heel leuk als een jongen heel lang is. Dan voel ik me gewoon zo klein en cute. En alsof hij mij in zijn armen kan redden voor de wereld. En armen. Ik ben dol op sterke mannenarmen. Nee. Sterke mannenarmen. Ja. En jij? Voor wat voor leeftijd is dit? Ga je iets over mijn bil zeggen? Ja. Mag. Oké, je bil. Ik vind je ogen ook schitterend. Dank je wel. Mooie lichtblauwe ogen. Ja? Nee. Nee, toch? Meestal als ik een foto moet maken, dan loopt de tijd op een fiasco. Ja, maar dat Ik maak zeg maar hele goede foto's, maar daar denkt iemand anders over. Maar waar moet ik nou precies staan? En dan zegt ze, hier, hou hem hier. En dan hou ik hem precies hier en dan maak ik een foto en dan komt ze terug en zegt ze, ja, maar die paal mag ik nog niet op. En dan zeg ik, maar ik heb deze telefoon. Precies hier gehouden waar je hem achter hebt. Nee, ik zeg het helemaal niet zo boos. Even eerlijk,
alle meisjes herkennen deze struggle toch met hun vriend. Ben je ergens, maak je allemaal superleuke on-the-go snapshotjes van je leuke vriend. En dan wil je gewoon één klein mini plaatje voor op Instagram. En dan groeit er een verkeersbord uit je hoofd. Of het is niet scherp, of het is heel overbelicht. Ja, ik heb echt pareltjes van foto's van jou gemaakt. Is wel waar. Je hebt dus echt goede gemaakt. Even door jouw Instagram te gaan. Ja. Even uitkiezen welke allemaal door mij zijn gemaakt. Nou, kunnen we wel even hier in het scherm zetten. Dat zijn er een aantal. Is jazeker. Lijkt me super gezellig. En Jordi heeft wel eens een baby vast van het kindje gewoon van... random, een baby. Als je baby ziet, pakt hij ze wel eens vast. Van zijn broer. Dat is en pas op. Dat ziet er zo lief uit. Dan is die baby ongeveer zo en die ligt dan op zo'n arm. En dan word ik helemaal gek, dat is zo lief. Het is ook super leuk om kids te hebben, toch? Zo'n kleine oelewapper die er achter jou aanloopt en die de hele tijd de dingen gaat doen die jij doet. Ik ben vooral heel benieuwd of die echt mini zal worden of mega. Nou, dat ja! Het kan namelijk dat gewoon allebei kan dat diegene gewoon degene krijgt van of pa of ma. En dat die dan of heel groot uitvalt of heel klein. Het wordt sowieso een jongen. Of heel middelmaat. Anders ben ik de enige kleine. Dat is super zielig voor mij. Ja, dus als je zo'n kind van 11 hebt die dan langer is dan jij. In jouw familie zit het ook, want Milan is ook zo lang geworden. Dus als het in onze beide families zit, is het wel waarschijnlijk voor aan het lichaam dat we een yuko krijgen. En krijgen we een tweeling? Drieling. Een leuke roadtrip door Amerika maken. Eens. Of naar Japan lijkt me ook heel leuk. De Panamericana, de motor. Nee, dat wil jij graag. Oh, ja. Zit het mij in die motortrips te luisteren? Zeker weten. Ik dacht, als ik het toch hier beeld kan krijgen en als jij dan ja zegt, dan zit ik gebakken. Nog meer super toffe reizen, dat lijkt me heel erg leuk, want dat vind ik altijd zo gezellig samen. Ja, hè? We hebben zoveel leuke vragen gekregen van jullie dat we gewoon dit nooit allemaal in één video gepropt krijgen. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vinden, want hij komt er. Een deel 2. Binnen nu en heel kort zie je de tweede episode van dit vragenvuur waarin we weer verder gaan over van alles. Als je dit een leuke video vond, doe dan even een thumbs up en abonneer je natuurlijk op mijn kanaal, want dan hoef je deel 2 van deze top video niet te missen. Dankjewel voor het kijken en ik zie je snel weer in de volgende. Doei! Doei!